De 6 terreurverdachten die vorig jaar zijn opgepakt, moeten vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Onder de verdachten zitten 3 Arnhemmers. Ze worden ervan verdacht vergevorderd te zijn in het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland. Vermoedelijk was hun plan om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een groot evenement. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. In april 2018 begon het onderzoek. Na maanden onderzoek werden de terreurverdachten in september opgepakt. 3 van hen zijn op 10 januari in de rechtbank opkomen dagen.